Hi, hier zijn we weer. Ik ben Helen. En ik ben Stella. En vandaag gaan we jullie tonen hoe dat je een leuk vilte masker maakt. Hier is al een voorbeeld. En wat heb je daarvoor nodig? We hebben nodig vilt. We hebben een pakketje vilt gekocht waar heel veel verschillende kleurtjes in zitten. Bij de Baan hier. En bij de Veritas kan je ze per stuk kopen, maar het is wel altijd leuk als je verschillende kleurtjes hebt waar je kan uit kiezen. Het is ook belangrijk dat je niet de dikke vilt kiest, maar de makkelijke, plooibare vilt. Een stofschaar. Als je geen stofschaar in huis hebt, kan je ook gewoon je gewone schaar gebruiken, maar dat is gewoon moeilijker om te knippen. En lijm. Gewoon vaste lijm, zo'n glue stick. En omdat als je... Een glue stick? Ja, want dat staat hier toch op. Ja, goed. Okay. Want als je lopende lijm daar opplakt en zo, dan komen daar... Ja, dan zie je dat goed als je dat daar op. Komen er donkere vlekjes op en dat is niet zo mooi. Wat je ook nodig hebt is een potlood en klapspapier. Want als je een masker of een beestje in je hoofd hebt, dan is het leuk om dat eerst even op papier te zetten en dan pas te gaan knippen in je mooie vilt. Ziezo, dat is wat je nodig hebt. En dan gaan we een aantal voorbeeldjes tonen die we gemaakt hebben. Hè? Ja. Dus mijn maskertje. En ja, dat heb ik ook al getoond. Maar het is een soort van monsterachtig gezicht. Ja. Ik heb een koppeltje gemaakt. Even tonen. En bij mij is het nog niet vastgeplakt, dus ik ga het niet helemaal recht houden. Maar je ziet dat eigenlijk vilt al redelijk goed plakt zonder dat je het vastplakt met lijm. Dan maakt het ook leuk om dan te gaan experimenteren. Van misschien wil ik daar nog iets bij gaan zetten. Of dat kleurtje zou dan niet passen of niet. Is dat misschien een kleurtje voor de wang? Oei, mijn oog is gaan vliegen. Maar dat is wel het fijne aan vilt. Het blijft redelijk goed plakken al. Zo. En als je bijvoorbeeld liefst geen gezicht wil maken, dan kan je ook gewoon leuke diertjes maken of beestjes. Dus een panda. En dat was een beest. En die kan je dan op een leuk postkaartje plakken en dan naar je oma of opa sturen. Goed idee. Of naar vrienden die je al een tijdje niet gezien hebt. En ja. Voilà. Ziezo, dat was het. Veel plezier ermee en stuur zeker foto's door van de resultaten die je gemaakt hebt. Doei! Dag! Dag.